Welkom bij deze nieuwe video van Mark Maakt Video's. Vandaag zijn we hier in Rotterdam en ben ik met een van mijn beste vrienden. Leon. En Leon zou je in principe kunnen kennen van mijn Instagram. @mark99zz. Leon99zz. De plug. Wij maken af en toe foto's en zo, dus daar kan je hem van kennen. Vandaag gaan we een video maken, de 50 euro thriftshop challenge. Aan het eind van deze video mogen jullie gaan bepalen wie de tofste outfit heeft. Ik zeg let's go. Let's go. Voor deze challenge mochten we allebei voor 50 euro een outfit uitzoeken. Je mag er niet overheen. Je moet een outfit uitzoeken die, die gewoon wel lijp is, maar wel bij je past. Er was één nice ding, dat je gewoon een item van jezelf mocht je toevoegen aan je outfit. Dus één item om je outfit compleet te maken. En bij mij zijn dat uiteraard mijn Travis Scott Nike's. Passen overal bij. Hey, hey Mark. Alles goed? Een beetje struggle met het vinden van dingen, want ik ben echt op zoek naar die lege broek, alleen ik kan die dus echt niet vinden. Ja, ze bieden altijd die dingen, ik kan het gewoon nu niet vinden. Shit. Wil iemand alsjeblieft een busje met appeltjes doen? Jij? Nee. Nou, ik ga dus voor een snelle aanpak, want ik wist eigenlijk al wat ik wilde. Ik ga dus voor de lege broek, zwart shirt en de bandana. Ik heb dus iets gevonden. Dus lege pants, die past niet. Dus ik moet iets anders gaan verzinnen. Ik heb nu dit. Maar ik denk dat ik nog even naar een andere winkel ga kijken. Ja, Episode is eigenlijk altijd een vette winkel, maar ja, voor 50 euro is het best wel lastig om daar een goede outfit te vinden. We hebben wat leuke spullen gevonden, soms was de maat niet helemaal goed. Daarom besloten we nog even naar de cheap fashion te gaan. Ook een leuke tweedehands winkel, iets goedkoper meestal. Misschien hebben we daar meer geluk. Even gevonden hoor, zo'n lege broek. Ik wil alleen nog deze. Die vond ik ook heel vet, maar die was te wijd. Cheap fashion was echt top. En nu gaan we op naar het eindresultaat. En dan ben ik heel benieuwd wat Leon heeft gekozen. Zoals ik net vertelde, we hebben een challenge gedaan, de 50 euro challenge, bij de tweedehands winkel. En we mochten één kledingstuk meenemen van huis en dat is bij ons allebei de schoenen geweest. En de rest is allemaal bij de tweedehands winkel. En we zijn benieuwd naar jullie mening en wat het cijfer is tussen 0 en de 10. Oké. Goeie broek. Nee. Ja, broek is echt nice en ik vind ook die shirt sowieso met die, ik ben vergeten wat het woord is. Bretels. Die vind ik echt een goede combi. Nice. Groen van Lacoste gaat ook goed samen met die rood. Deze shirt sowieso ook, omdat je gewoon opvalt in de straat en dat is gewoon nice natuurlijk. En het hoedje heb je ook, tweedehands? Ja, ja. Die is heel goed. Ja. Die geef ik sowieso een 8. Hey. De hele outfit 7,5. Top. Jouw gele outfit geef ik. Nou kijk, persoonlijke smaak vind ik niet de broek heel nice bij de shirt. Okay. Maar dat is puur persoonlijke smaak. Maar de schoenen vind ik het dan wel eigenlijk heel mooi compenseren. Dus 7,8 voor jou. Nice. Ik vind die broek sowieso vet. Thanks. Ja man, is dat dan nog wel los erop? Oh, oké. Nee, het is gewoon super veel vakjes. Dat is wel tien, maar ik denk een 8. Want die shirt kan 8. Net. Oké, en mijn fit? Ja, ik denk een 6. 6? Zeker, dat soort dingen. Net denk ik een 8, 2. Ja. En jouw outfit krijgt van mij, omdat ik heel erg voorkeur heb voor overhemdjes en 8,5. Ja, maar als ik een cijfer moet geven, dan is dit zeker een 8,5. En dat is een dikke zijn. Kijk eens aan. Prima. Nou, dat kan ik me wel niet vinden. Ja, dit is een hoog cijfer. Dit is sowieso een hoog cijfer. Ik vind het goed gedaan. Daar zet ik me veel van. Ja, nee, ik vind shirt prachtig. Broek gewoon. Ik zou hem een beetje oprollen gewoon als ik. Ja, je zou hem iets verder doen. Ja,
die... Nou, misschien moet jij ook even wat zeggen. Ja, ik vind die leuk. Ja, ik ook. Ik ook. Die is echt lelijk. Ja, maar dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En dit hoort erbij? Dus of heb je erbij gedaan? Ah, oké. Okay. Meespekje erbij. Oh ja. Klein detailje. Ja, goed detail, ook rood. Ja. Solid. Thanks. Gewoon solid. Ja, nice, goed gedaan, nice. Ja. Cijfertje? Oh ja, cijfer. Ga jij maar eerst. 7. 6,5. Okay. Ja, ik ga voor 8,7. Kijk, maar gewoon deze vind ik eigenlijk leuker. Maar ja, die is een soort van originele. Oké, legit. Terecht. Nou, zoals jullie zien, dit zijn onze outfits. Fresh. En de meningen hebben jullie net ook gehoord natuurlijk. Wat vind ik van jouw outfit eigenlijk? Eigenlijk vind ik het wel dik. Zeker dat je die bretels en dan dat tasje met de rode elementen. En dan dit logoetje erbij. En die broek vind ik ook heel vet. Dat eigenlijk. En... wat kan jij over mijn outfit zeggen? Ja, ik vind het super lauw. Ik vind alles lekker baggy. Lekker op de schoenen vallen. Het ding op je kop. Heel erg. New York, jaren 90, 2000. Lekker old fashion. Past goed bij je accessoires die je ook nog aan hebt. Ja, ik vind hem top. Top. Je rockt hem. Nou, dankjewel. Nou, zoals jullie net de meningen van andere mensen hebben gehoord, zijn we natuurlijk heel benieuwd naar jullie meningen. Want jullie bepalen uiteindelijk wie er gewonnen heeft. Dus laat zeker een comment achter in de comments. Hey. En dan zien we jullie de volgende keer weer op een nieuwe video van Mark My Videos.